Zij is ook gewoon, zij is ook gewoon, ik weet niet hoe ik kijk. Daar sta je dan. Als solo moeder met twee jonge kinderen. De keuze om weg te gaan, die heb ik wel de dag genomen. En ik wist dat het alleen maar beter kon worden. Na deze scheiding met alles waar ik tegen was geworden door de jaren heen. Verraad, leugens, onderdrukking. Met als inzet financiële tekortdoening. Mijn inspiratie ben ik uit mijn kinderen en boeken gaan halen. Daarmee activeerde ik mijn eigen kwaliteiten. En deze begonnen te groeien. Ik loop nu warm door zingen, tekenen, schilderen, te dansen en te genieten van het samen zijn met mijn kroost. Er was voor ons thuis nauwelijks tijd en aandacht. Al heb ik dat destijds niet bewust gemist, want als kind neem je de wereld zoals die er is. Ik ben Iris. Ik heb geen achternaam, geen identiteit en geen nationaliteit. Ik ben Aluna. Ik was altijd klein. Maar een baby krijgen toen ik 10 was, hielp helemaal niet. Op de derde dag kwam mijn baby en ging. Mijn man wil mij niet meer. Hij zegt dat ik onrein ben. Hij slaat me als ik hem tegenspreek. Hij slaat mij als ik het niet met hem eens ben. Hij slaat mij als hij verdrietig is. En hij slaat mij als hij een slechte dag heeft. Hij slaat me als ik hem confronteer met zijn vreemdgaan. Hij slaat me omdat ik dochters heb gebaard. Hij slaat mij omdat mijn familie toch al van hem houdt. Hij slaat me omdat hij weet dat ik niet wil dat mijn kinderen zonder vader opgroeien. Hij slaat me omdat er nooit iemand in mijn familie gescheiden is en hij weet dat ik niet de eerste wil zijn. Bij ons in Turkije blijven de mannen wel thuis bij hun gezin. Maar ik ontmoette alleen maar vrouwen die in dezelfde situatie waren als ik. Pas toen ik begon met een baan buiten ons huis, toen begreep ik van andere vrouwen dat Nederlandse mannen wel 's avonds gezellig thuis waren bij hun vrouw en kinderen. Bijna was ik mijn huurhuis kwijtgeraakt door de schulden. 8 maanden had ik geen gas en elektriciteit. Ik kon niet douchen, niet koken en moest me behelpen met kaarsen. Ik tel de dagen tot mijn schuldhulpverleningstraject afloopt en ik een nieuwe start kan maken. Het is net of ik wakker word nadat ik diep in mezelf heb gezeten. Ik kom nu langzaam boven. Het was net een touwladder waar ik tegenop moest klimmen. Mijn handen deden pijn, maar ik heb niet losgelaten. Ik ben bijna boven en gelukkig. Ik ben op school ook niet meer verlegen en ik heb een eigen mening. Zo erg zelfs dat de leraar soms zegt: Fatma, stop jij eens even. Wauw, mooi. Dankjewel. Zij is ook gewoon, ik weet niet hoe ik kijk.